Hallo Superbankjes, ik ben Rivers, ik ben Gamers, een overleving van Mimonteur, Bouwboot. En momenteel zitten wij vast met het spel, dus ook geen nieuwe aflevering, het is gewoon een tussending. Ik kan niet verder met het spel tot ik weet wat we moeten doen. Ik ga even gauw wat suggesties af die mensen mij gaven, ik weet al dat ze niet gaan werken. Een van de suggesties is, ga naar Vicky Vitamine en dan doet zij iets ofzo. Ik hoor altijd hetzelfde verhaal, van je moet ervoor zorgen dat die vent op het eiland, weet je op de mistbank. Je moet ervoor zorgen dat hij dan een hond wil. En dan krijg je die van Birgit de Bakker. En dan krijg je van haar krijg je weer iets. Geef je weer aan Sven Skipper. Krijg je een raar ding. Dat geef je een Vicky Vitamine. En dan ploegt ze haar tuin om. Of de tuin van een chalet. Een van de twee. En daar ligt dan de duikerzeil. Hier op dit eiland. Nou ja, Vicky Vitamine. Zo heb je ze laten zien. Die geeft er geen fuck om. Moet je zien. Zeg Miel. Wil je een mop horen? Weet je wat de ene muur zei tegen de andere? Ik zie je op de hoek. Ik heb dit verhaal 100 keer gehoord. We zien elkaar op de hoek. Ja, ik heb dus al deze mensen 100 keer langs gegaan en ik kom maar niet verder in het spel. En ik zie zoveel suggesties, maar er komt er maar niks van uit. Ik zou even die eraf halen. Die roeien trouwens beter dan de gewone roeispanen. Ik zou even je goud kompas erop gooien en dan gaan we even naar Sven Skipper. Want ja, die heeft... Dit zijn trouwens alle coole onderdelen die ik jullie weer in de serie ga laten zien. Allemaal van de DLC en shit. Ik zou trouwens even gauw een kleine... Oh, sorry. Nou, dan niet. Ik wil eigenlijk even gauw laten zien, maar dat lukte niet helemaal. Ik wil trouwens deze wel voorop. De tweede is dan, ga naar Bakker Birgit. Ik heb momenteel even een zwemband mee, want ik dacht, misschien krijg ik die hond van Bakker Birgit als ik gewoon zo vaak die zwemband heb gebracht, dat ze gewoon geen nieuwe items voor mij heeft. Ik dacht, misschien heeft ze dan die hond voor me. Ik weet het nog niet uit, want ik heb echt al 100 items aan haar gebracht. Hier is Birgit Bakkerij. Dan klik ik altijd op mijn rechterscherm. En dan weer op het linkerscherm. Rechterscherm, linkerscherm. Werd door die cutscene heen. Slim, hè? Oh, ik krijg weer zeilen van de... Heb je tijd voor een kopje koffie? Ja. Nou ja, ze geven nu tenminste geen hond. Ik zal nog even gauw een keer op de afrijden. Kijken of ze me nu wel een hond geeft. Hoppakee. Hier ligt Birgit's bakkerij. Daar ligt zeker Birgit's bakkerij. Zo, Miel komt binnen. Hé hey, Miel, heb je tijd voor een kopje koffie? Ja, dankjewel. Tegen een goede kop koffie zeg ik geen nee. En dan wordt er gekoffied en dan ben je daar weer weg. Dus ga naar Vitamine en ga naar Bakker Birgit, vallen af. Heb je de volgende? Ga naar Sven Skipper. Oké, ik ben onderweg, mijn beste vriend. We gaan naar Sven Skipper, maar die zegt toch echt... Miel, wil je alsjeblieft oprotten van mijn eiland? En niet, hé Miel, zou je eventjes een hond voor me willen hosselen? Dat is ook jammer. En heb je nog heel veel mensen die zeggen... Ga naar het chalet, daar vind je die duikershelm. Nee. Trouwens, er zijn ook een aantal mensen die zeggen gewoon... Rick, je hebt al een duikershelm? Nee. En dan heb je ook een aantal mensen die zeggen, ga hierheen. Ga naar de hondenkop. De wrakbaai, oftewel. En dan ga je heen en dan zegt Miel, ik kan niet duiken, want ik heb geen duikershelm. Dus die vallen ook af. Ik wil gewoon even zeggen, ik noem even alle mogelijkheden op die jullie me geven. Want misschien, het lijkt erop dat vooral met die hond, die persoon weet wat hij doet. Alleen, er mist blijkbaar iets in zijn uitleg. Of ik heb iets nog niet gedaan, waardoor we niet verder kunnen in het spel. Als dat zo is, dan upload ik gewoon binnenkort... Dan ga ik gewoon verder met vliegtuigen totdat iemand me die tip geeft. En dan ga ik af en toe zoals nu gewoon even een paar uurtjes erin steken. Wat een geluk dat we een kompas hebben. Ja joh, ik heb de koers naar Sven Skipper ingesteld. Nu hoef je alleen maar de boot zo te sturen dat de beweging hier in de mist woont Sven Skipper. Ik heb nooit geweten dat het gewoon via het kompas ging. Ik deel dat met wat en dan kan ik bij Sven Skipper. Je bent erin geslaagd om helemaal tot bij Sven Skipper te varen. Dat heb je goed gedaan. Je krijgt de lange afstandsmedaille. Speciaal voor supernavigatieschippers. Thanks. Nee maar, nu wil ik liever met de rust gelaten worden. Zie jij wel rust? In mijn mooi, oké. Next, dan nog het argument van Rick. Je moet opnieuw naar het chalet. En dan heb ik ook nog iets met een ploeg achter je boot. Ik heb door mijn hele kast ergens op geen ploeg te bekennen. Er is ook iemand die zei de helm zit in de DLC. Dat is toch al helemaal nergens op. Ik heb alle DLC gedownload, helm zit er niet bij. Dus die valt ook af. We gaan nu niet langs Sam Skipper, want het kutverhaal van Miel Monteur heb ik al vaak genoeg gehoord. We gaan nog even een keertje langs het chalet. En dan weet ik het dus echt niet meer. Ik ben langs ieder persoon geweest in het spel. En ja, ze willen geen hond. En Vicky die wil niks in de tuin. Schrijver. Hij heet Sam Skipper, dat weet ik Miel. Dus ga ik even gauw hierheen. Ik heb echt jullie hulp nodig. Als jullie weten wat ik moet doen, comment het alsjeblieft. Laat het me weten, want zo kan ik niet verder met de serie. En dat zou heel jammer zijn, want ik vind het juist een hele leuke serie. Hier is het chalet. Er is nog maar één ding wat ik hoorde, dat was haal 5 punten in de modeshow. Maar dat is echt onmogelijk. Ligt het chalet van en ik zou niet begrijpen hoe dat met de storyline te maken heeft. Het was niet gemakkelijk om tot hier te komen, maar we zijn er geraakt. Ja, dat was het chalet. En 5 punten halen in de modeshow is echt heel moeilijk. En ja, ik denk niet dat dat met een duikers ziet er nog niet echt goed uit. Nou, dat waren voor mij alle mogelijkheden. Oh, mensen zouden ook gaan nog een keer naar Juffrouw Sien. Ik ben al 5 keer naar Juffrouw Sien geweest. Met deze pedals gaat namelijk een stuk makkelijker. En ik heb nu natuurlijk
oneindig eten van de vishengel. De Bijbel brengt trouwens niet meer terug, want dan krijg ik geen spullen meer voor. Nou ja, als iemand het weet, laat een comment achter. Beschrijf het zo goed mogelijk. En dan bedank jullie vooral voor de hulp. En hopelijk kan ik gauw even met deze serie. En anders heb ik geen idee. Bedankt voor het kijken van deze en tot de volgende aflevering. Doei!